Welkom allemaal bij de allerlaatste Content Veen aflevering van Content Veen seizoen 2,5 natuurlijk. Vandaag is de grote dag dat wij naar Content Veen seizoen 3 gaan. En ik wil vandaag even op mijn gemak afscheid nemen van alles. We hebben in de vorige aflevering heel het Walnut hoofdkwartier afgebouwd. Het is helemaal klaar, ik ben helemaal tevreden met het eindresultaat. Ik mag mijn dripkleding uitdoen. Ik heb hier een papiertje bij me, genaamd een plusje. We gaan even langs meneer KB, want ik wil hem zijn laatste plusje geven. Ik had hem beloofd, als jij de raket bouwt, geef ik jou je plusje. Dus laten we eerst even langs meneer KB gaan. Misschien kunnen we hem even uitnodigen hier. Dan gaan we even een bakkie koffie doen. Even afscheid nemen van dit mooie gebouw, want we komen nooit meer terug. Nee, maar jongens, wat leuk dat jullie er vandaag weer zijn. Leuk dat jullie bij de video's zijn. Hier, we lopen even langs de varkentjes van meneer KB. Het is natuurlijk jammer dat dit de laatste aflevering is van Content Veen seizoen 2,5. Maar aan alles komt een einde. En zo slecht is dat nog niet. Hij is er ook gewoon, hij is hier. Hallo, meneer KB. Hij kijkt ook echt naar. Ik denk dat hij emotie kan tonen, maar hij keek heel verbaasd voor mijn gevoel. Hallo, hallo. Ik kom hier met fenomenaal, nee, grandioos, geweldig nieuws. Wat dan? Vandaag is de dag. Ja, dat is Jan-Pietje. Ja, dat vind ik een beetje onbeleefd wat hij dit deed. Maar wat is de leukste plek in jouw huis? Jemig. Oh, ik weet het al. Kom mee. Hey, Jan-Pietje. Ik heb een hele leuke plek. Hey, je hebt weer een nieuwe bewaker voor de deur staan, of niet? Ik weet allemaal. Oh, daar staat hij inderdaad. Je hebt weer een nieuwe. We doen het al even hier zo. Ja. Oh, kijk. Dan ga ik denken aan Rick. Ten eerste, ik heb de laatste prank uitgehaald op Rick. Om de oorlog te winnen, om hem af te sluiten. Ik heb zijn hele basis ondergepoept. Oh, leuk. Dan kunnen we af langs zo meteen. Dan kan je het misschien even zien. Het stinkt dat is wel. Goed, ja. En vandaag is de dag dat wij naar seizoen 3 gaan. We gaan in de raket stappen. We gaan de raket die jij hebt gebouwd, geweldige raket trouwens, die gaan we instappen. Gaan jullie je tickets inleveren. En dan gaan we vliegen. Maar, ja, voordat we dat gaan doen, kan ik jou natuurlijk niet zomaar onbeloond een raket laten bouwen. Dus ik heb hier... Wat heb je voor me? Voor jou het laatste plusje. Oh! Hey, ik ga hem er meteen op doen. Ga je hem erop doen? Wacht, zeg maar als je klaar bent. Ja, dat is goed. Ik wacht hier wel even netjes. Ik ben zo terug. Ja, prima. Oké, jongens, meneer KB, ze gaan het omkleden. Ik had natuurlijk met hem afgesproken als jij de raket... Ket bouwt hier bijtje. Kom maar, ga maar vrij. Ga maar vrij zijn. Zo. Je hoeft niet in het huis opgesloten te zijn. Ik had natuurlijk met hem afgesproken. Als jij de raket bouwt, dan zorg ik dat jij het laatste plusje op je hoofd kan nemen. Dan is het een 5-sterren chefkok. Hoe leuk is dat? Oh, wil je weer naar binnen? Kom maar. Kom maar weer. Kom maar weer. Ik weet. Wat wil je dan? Ah, je wil weer naar buiten. Wat wil je? Ik ben zover. Ik ben zover. Je bent zover? Ja, ja, ja. Kan ik naar buiten komen? Kom maar, ik ben heel benieuwd. Hartstikke deetjes. Kijk eens. Oh ja, je zou hem boven op je hoofd doen. Ik denk, wat is hij? Ja, 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 hij zit er, hij zit er. Oh, het ziet er prachtig. Je bent officieel een 5-sterren Michelin chefkok. Wat vind je daar nou van? Ja, nee, ik ben helemaal gelukkig. Je bent ja. een 5-sterren chefkok. Gefeliciteerd. Je hebt je doel behaald voor dit seizoen, denk ik. Nu kan ik officieel wat anders gaan doen met mijn leven. Trouwens, even dat je het weet, ik heb je bij vrijgelaten. Hij wilde heel graag naar buiten. Dus ik heb de deur voor hem open gedaan. Nu is hij weg. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Ach, mijn vriend! Oh nee. Ik heb hem vrijgelaten. Het spijt dit is dus me. Precies waar ik bang voor ben. Ik ga zo meteen mijn basis open doen, zodat iedereen naar binnen kan. En ik denk dat al mijn dieren in no-time worden ontvoerd. Het ging per ongeluk. Ja, ik geloof je meteen. Dat je helemaal per ongeluk het raam open had gedaan. Ja. Oh, hij is hier. Kijk, daar heb je hem weer. Oh joh, hij komt binnen. Stel. Hij komt via de andere deur naar binnen. Oh, maar dit is huis ook. Volgens mij woont hij hier. Oh, maar dan kan je toch de deuren openlaten. Dan kan hij naar binnen en buiten. Wanneer hij wilt. Nou, ik weet niet of je ervaring hebt met bijen. Ja, die verdwalen altijd. En dan zie je ze nooit meer terug. Oh, okay, dan houden we het dicht. Hé, zullen we even langs Rick? Ik wil je even leuk laten zien wat ik gedaan heb. Ik ben er erg trots op. Nou, hallo. Welkom, kijk. Dit is mijn... Dit ben ik. Dat had je al gezien of niet? Ja, deze heb ik gezien. Ja, deze zeker, heb je al zeker. Gezien. Zoals je ook kan zien, een beetje op de fontein en een beetje hier op de grond. Er ligt overal poep. Hier, hier ligt een drol. Hier ligt scheid. Keutels. Keutels. Er ligt drollen, poep, scheid. Nog meer keutels. Oh, wat leuk. Ja. En dit is allemaal van jou? Ja, dit heb ik allemaal gedaan. Ik had heel veel bonen gegeten voordat ik hierheen ging. En ik dacht, ik doe toch nog iets. Ik heb ook de muur onder gepoept. En toen een bakje koffie gedronken. Een bakje koffie gedronken. Ik dacht, ja, het past wel bij zijn eiland. Ja, hij had zo zijn best gedaan, maar er miste nog één dingetje. En dat was gewoon. Helemaal aan de muur, joh! Ja, het zit overal. Ik dacht, er mist nog iets, weet je, in zijn eiland. En ik vond het nog niet echt, zeg maar... Het schreeuwde nog niet Rick. Ja, ja, ja. En dat doet het dus nu wel. Dus nu heb je officieel gewonnen. Oef. Ja, ik vond dit wel een... dit verzekeren mijn victoria staan. Dus dan weet je leuk dat de gedaan. Oorlog ook officieel afgelopen is. Ik heb gewonnen. En het hoofdkwartier is klaar. Dus we zijn officieel klaar om te gaan zometeen. Alles is af. Alles is af. Hoef alleen nog maar even... Ik hoef letterlijk alleen nog mijn deur open te zetten. En dan ben ik ook helemaal klaar. Heb je een nieuwe snor? Oh, ik dacht dat je er niks over zou zeggen. Je hebt een nieuwe snor, hè? Ja, ja, ja. Om het af te ronden, laat even mijn snor staan. Ik durf je dit eigenlijk niet te zeggen, maar na lang kijken... Staat mooi bij het laatste plusje. Je hebt inderdaad een nieuwe snor. Nou, ik ga mijn laatste dingen doen. Even mijn spulletjes inpakken. Mijn vis eten geven. Mijn dieren waarschijnlijk even slachten. En dan slaag sturen. Als je meneer Koubé maar laat leven. Neem je ticket mee, anders kom je niet mee. Anders kon je de raket uiteraard. In. Uiteraard. Ja, ja, ja.
je ticket dat komt helemaal goed. Ja, oké, dan zie ik je zo. Oké, jongens, we zijn terug in het hoofdkwartier. En dan ga ik jullie een dingetje vertellen. In de vorige video is er per ongeluk de verkeerde timelapse in de video gekomen. Het was een oude timelapse. Ik zag er veel reacties over. Het spijt me, een foutje kan gebeuren. Dus bij deze, ik ga hem even laten zien, de goede timelapse. Ook al is hij maar heel kort. Timelapse over dit wat hier vorige keer is gebouwd. Ik denk dat zometeen, het is nu 5:08 'smiddags. En ik heb om ongeveer 6:30, 7:00 afgesproken met de jongens. Dan gaan we hier meneer KB zetten. Hier de oranje shirt gast. En dan doen we hier helemaal in de verte doen we Rick Force. Die mag hier zitten zo. Dan gaan we het even hebben over de raket en zo. Dus ik heb ongeveer nog 2 uurtjes de tijd om wat te doen. En ik weet wel één klein dingetje die ik heel graag wil gaan doen. En dat is namelijk, jongens. Oeh, dat ging bijna fout. Oké, 2 dingetjes die ik moet doen. Ten eerste, hier naar beneden gaan. Even de oh zo grote wijze robot die altijd wijze raad gaf. Dat is dit ding hier, zijn hoofd wil ik hebben. Gaan we hem even renamen. Ik heb geen XP. Oh, dat vind ik heel vervelend. Wacht even. We zijn hier eventjes in de spawn aangekomen, jongens. Waar je alle mensen en de crates hebt en zo. En als het goed is, als ik deze claim... Hier, dan krijg ik 1 XP-bottle. En dat was precies genoeg. Dan krijg jij hier mijn steak. En dan mag iemand ook een dagelijkse sleutel hebben. Nu kunnen we hem wel renamen. Wijze robot noemen we hem. De wijze robot, jongens, die mag namelijk ook in de trofeekast. Ik vind dit wel een trofeetje. Dit is absoluut een trofeetje. Doen we hem hier in het midden. Hoppakee. De wijze robot. We hebben hier de bogen. Weet ik wat. Allemaal leuke dingetjes hebben we nog. En de wijze robot, die mag er ook al bij. Die hoort in de trofeekast. Dan halen we de rest van hem weg. De wijze raad is er allemaal uit, natuurlijk. Ruimen we even op. Stoppen we gewoon hier in de kissie. Nou, jongens, kijk, dan is het trofee. De kast is ook helemaal mooi gevuld met allemaal dingetjes. En dan is er nog 1 dingetje die wel echt moet gaan gebeuren. Want dat was ik bijna vergeten. Want we gaan natuurlijk, dit is de laatste aflevering dit. Maar ik heb nog helemaal geen vissen in mijn aquarium. Het is visloos. We gaan even langs Marktplaats kijken of we vissen kunnen kopen. Kijken of we vissen van mensen kunnen overnemen. En dan kunnen we even het aquarium vullen. Goed, meneer de Marktplaatsverkoper. Heb jij wat ik nodig heb? Of heb jij niet wat ik nodig heb? Heb jij vissen en koraal? Hij antwoordde wel. Oh, hier Nemo in een emmer. Die kopen we. Wat hebben we nog meer? Zijn er nog meer? Oh. Nog een Nemo in een emmer. Nog een Nemo in een emmer. Mini bruine axolotl voor 7000 euro. We gaan al het geld uitgeven, jongens, aan vissen. Het aquarium moet gevuld zijn deze aflevering. Oeh, ik wil die nieuwe planten wil ik ook wel hebben. En voor de rest zijn er nou niet echt vissen die ik kan kopen of zo. Nou, jongens, ik heb 1, 2, 3, 4 soorten vissen. En dit heb ik gehaald. Zo, hoppakee. Nou, jongens, veel plezier erin. Ik ga weer naar huis. Oké, hoe kom ik in dit aquarium zonder het nat... Zonder zeg maar de vloer nat te maken. Ik heb een idee. Kijk, Martin de axolotl, die houden we hierin. Want die hoort gewoon in dit kleine aquariumpje hier. Dat is zijn aquarium. Ik vind het wel moeilijk om afscheid te nemen, hoor, jongens. Ik vind het echt moeilijk om afscheid te nemen van het hoofdkwartier. Het was zo. Ik heb het oprecht zo naar mijn zin gehad hier. Kijk, we hebben hier ook nog een karel in een emmertje. Die nemen we ook mee. En that's it. Volgens mij hebben we niet echt meer dieren. Dan gaan we helemaal naar boven naar de vergaderruimte toe. Helemaal hierheen. Dan heb ik als het goed is wat steen meegenomen. Of concrete kan ook. Want ik wil via boven erin, jongens. Ik denk dat ik dan de minste schade aan het kantoor breng. Als we via boven gaan hier. Dus ik bijna vergeten gewoon vissen in het aquarium te doen. Had echt niet gekund. Kijk, hier kunnen we erin. Hier weer eruit. Ja, dit is top. Kijk, zo. Kunnen we erin. Gaan we helemaal naar beneden. Doen we hier. Komt-ie. Nemo in een emmer. Prachtig. Dan doen we hier andere Nemo in een emmer. En dan doen we hier mini bruine axolotl. Hij is ook echt mini. Wow, hij is... Oh, ik moet al ademen. Hij is echt klein. Ik dacht dat het oprecht gewoon een normale grote visser zijn. Maar het is echt een mini axolotl. Kijk, dan gooien we hier... Waarom is hij zo klein? Hoe kan dat? Sinds wanneer is een axolotl zo klein? Ik vind je echt heel cute. Nog een vis, nog een Nemo in een emmer. En dan, tot slot... Karel, ik weet niet wat je bent. Het kikkervisje. Dat was je. Karel, die kikkervis. Oh, ik ga dood. Oh, nee. Het ging net al goed. En dan hebben we gewoon levende weesjes. Karel, die kikkervis. Veel Nemo's in een emmer. En de mini axolotl. Die vind ik wel echt leuk. Oh, het moet wel belichting hebben binnen, jongens. Oké, laten we nog even... Ga ik eens val overleven? Net aan. Ik wil even belichting pakken. Weet je wat ik nodig heb van die...
zeekomkommers. Die ga ik sowieso ergens kunnen kopen. Oké, het blijkt dat Bras de man, die hier, dat hij iets voor mij heeft. Heb jij voor mij zeekomkommers, jongeman? Heb jij zeekomkommers? Laat ze zien. Oh, een stek. Weet je, dan krijg je hier 16 pitje planten ervoor terug. Wil je die? Wil je dat? Nee, je krijgt meer zelfs. Hier, krijgen we meer. Die heb ik allemaal gekocht. Die zijn voor jou. Goeie deal. Shoutout naar Bras de man. Dikke shoutout naar hem. Nee, nee, dat hoef ik niet. Ik hoef niet je extra spullen. Die mag je houden. Ik hoef die extra spullen niet. Dankjewel. Ik ga er weer vandoor. Dankjewel, Bras. Je bent een topper. Niet te geloven. We hebben echt een stek zeekomkommers gewoon kunnen krijgen bij iemand. Daar ben ik echt heel blij mee. Ik was bang dat niemand ze had, want ze zijn wel moeilijk te krijgen af en toe, die dingen. Kijk, het is nu zo donker erin. En ik denk dat ik in de muren ook nog wel wat extra licht moet doen. Al was dat wel moeilijk. Moeten we weer deze route omhoog nemen? Niet dat dat heel erg is, maar het moet wel weer gebeuren. Oké, dan hakken we deze twee weer weg. Dan gaan we helemaal naar beneden. De diertjes leven al... Nee! Hoe ze... Er zijn er twee dood gegaan! Heb jij dat gedaan? Eet die axolotl die beesten op, jongens? Is dat een ding? Nah! Er zijn twee Nemo's dood! Hoe kan dat nou weer? Wat? Nee! Man, dit vind ik echt heel sneu. Ik had ze er net in gedaan. Jongens, ik wil even een... We hebben een rip, lieve twee visjes in de reacties. Ze waren goede visjes. Ze hebben zojuist 5 minuten geleefd. Niet veel langer dan dat. Ze zijn opgegeten door een mini bruine axolotl in een emmer. Ze hadden een beter leven kunnen krijgen dan dit. Man, ik voel me echt heel sneu. Dat die visjes hebben het gewoon niet overleefd. Gewoon echt letterlijk misschien voor 5 minuten. En toen zijn ze alweer dood gegaan. Hoe kan dat nou? Als je maar waagt om Karel de kikkervis aan te raken. Oh, we hebben er nog één. Nemo, overleef het alsjeblieft. Ik zou het zo zonde vinden als jij ook al sterft. Kijk hem jagen. Die axolotl. Hij is volgens mij ook gewoon aan het jagen op hem. Ik ga het gewoon heel even in de gaten. Jongens, ik ga 5 minuutjes even kijken wat er gebeurt. Misschien dat ik wel wat zie. Jongens, waar is het kikkervisje? Waar is het kikkervisje? Ik kijk 2 seconden niet en het kikkervisje is weg. Ik keek 2 seconden heel even weg. Maar waar is het kikkervisje? Waar is het kikkervisje? Waar is Karel? Ik heb letterlijk 2 seconden keek ik heel even weg gewoon. Gewoon naar wat anders. Volgens mij even in mijn inventory of zo. En nee, Karel, de kikkervis is ook al weg. Man, heb je Karel iets aangedaan? Dit vind ik echt niet kunnen. Dit vind ik echt niet kunnen. Of hebben kikkervissen zuurstof nodig? Is dat het? Misschien heb ik het wel aangedaan. Ik weet het niet. Jongens, laten we in ieder geval even belichten. Nou jongens, we hebben op zijn minst nog 1 normale vis daar rondzwemmen. Zolang hij maar... Nee! 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 Ik zei nog zolang helemaal niks overkomt. Nee! Nee, ik ga hem ophalen. Ik ga hem niet laten. Zo kan ik hem niet achterlaten. Ik had dit kunnen weten. Als ik erover nadenk, is het ook logisch. Volgens mij wist ik dat axolotls dit deden, maar ik was het gewoon vergeten. Maar waar is Karel? Karel is gewoon echt verdwenen. Er is geen... Niks achtergelaten van Karel. Geen drop of zo. De visjes, ze zijn allemaal gesneuveld. Allemaal gewoon. Geen eentje heeft overleefd. Wat een dramatische laatste aflevering. Weet je, ik ga ook gewoon een boek en quill nu pakken, jongens. En 3 item frames. We gaan even langs de bibliotheek. Dan gaan we deze memorabele momenten even opschrijven. Zo, dan gaan we weer naar beneden. Dan gaan we hier weer omhoog. Gaan we hier ook weer omhoog. Waarom heb ik nou zo'n hoge toren gebouwd? Dan doen we ten eerste hier. Item frame, item frame, item frame. Visje, visje, visje. Schrijf een boek. Elke keer als mensen hier nu lopen, dan zien ze 3 visjes. Kijk eens hiernaar. Hier zwemt de mini bruine axolotl. Hij vermoordde 3 visjes en Karel. Vervloek hem. Laat hem nooit vrij. Hij is zijn moordenaar. Voor als mensen kijken, ik ga hier natuurlijk zo meteen weg en dan kom ik hier niet meer terug in het gebouw. Dan kunnen mensen op zijn minst altijd weten dat ze deze bruine axolotl nooit vrij moeten laten. Deze moordenaar hier. Vreselijk dit. Vreselijk. Oké, jongens. We zijn een paar uur later. Ik zei net dat het ongeveer 5 uur was. Het is inmiddels 7 uur. Dat betekent dat het zover is. Ik zie daar meneer KB, Rick Force en Just Out YouTube staan beneden. Ik ga even afscheid nemen van mijn spulletjes. Die ga ik in mijn kantoor leggen. Gaan we hierheen. Dan doen we het even in deze barrel hier. Waar ook andere troep ligt. Mijn heilige ex, tot ziens. Heilige ex. Machtige pickaxe, tot ziens. En heilige shovel, we gaan je missen. Mijn broodjes, die doe ik zo. Ik ga niet alles meenemen. We nemen 13... Nee, we gaan naar seizoen 3. Dus we nemen... Ik zeg broodjes, het zijn aardappollen. We nemen 3 aardappollen mee, jongens, naar seizoen 3. Wacht, ik eet deze op. En dan nemen we de 3 mee. Zo, ik heb mijn bedrijfsoutfit aangedaan. Echt, zeg maar, mijn eigenaars, mijn opperbevelhebber outfit. Want we moeten wel een mooi afscheid nemen. Laten we naar beneden gaan. Meneer KB, Rick Force en Justin, oftewel oranje shirtgast, ophalen. En dan gaan we naar het nieuwe seizoen. Jongens. Oh, hey. Daar is die. Welkom. De baas. Het laatste bedrijfsuitje van ons. Rick, je bent uitgenodigd. We hebben Erik ontslagen. Ik heb hem eigenlijk eerlijk gezegd ook nooit meer gezien. Wie is Erik? Ik heb Erik ook niet meer gezien. Nee, ik ook niet. Maar weet je, Erik was een stomme gast. We vonden jou toch altijd stiekem iets minder stom. Volgens mij stilt oranje shirtgast nu meteen. Hey, dat is deel van het gebouw. Is deze kip eigenlijk ook welkom? Ja, dat is onze nieuwe stagiair. Ik zou zeggen, kijk even naar buiten, want dit is de laatste keer dat je op de begaande grond staat. En voor de rest zou je landen in seizoen 3. Laten we even afscheid nemen. De bibliotheek is niet zo bijzonder. Die hebben we gebouwd, maar bibliotheek. Ik heb daar heel veel boekjes achtergelaten, hè? Echt heel veel boekjes. Echt ook geschreven boekjes. Ja, echt heel veel geschreven boekjes, ja. Echt? Deze band zit helemaal vol. Ja, maar dan wil ik eentje meenemen om te lezen. Ja,
is de vlucht. Ik wil ook wel eentje meelezen. Of meenemen om te lezen. Jeemig, sinds wanneer zit dit zo vol? Voor mijn kijkers. Mijn excuses. Wat is dit allemaal? Nee, joh. Beste meneer KB. Je hebt echt het gevuld. Dit vind ik wel leuk dat je het gevuld hebt. Dat had je gezegd, toch? Ik wist niet dat ons archief zo vol was altijd. Maar ik heb ook een mooi boekje meegenomen. Welk boekje heb je? Ja, die komt zo meteen in de vergadering die we nog hebben. De vergadering? Ja, gaan we nog een vergadering? De last minute... toch een bedrijfsuitje? Ja, last minute functie 2 vergadering. Nou jongens, ik vind ook nog wel dat het terecht is om één laatste bakkie koffie te nemen in de koffiebalie. Ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar onze chefkok is gepromoveerd vandaag naar chefkok plus plus plus. Ja, heb je het al gezien? Plus. Waar is... Oh, ik wou zeggen, waar is het? Ja. Nou, jongens, proost op het laatste bedrijfsuitje. Dan gaan we officieel naar seizoen 3. Wel atta, jongens. Hey. Atta. Atta. Hey. Hey. Nou, op naar de antifliebeltjes, want ik word nu al helemaal gek. Oké, jongens, allemaal pak je antifliebeltjes op gelijk terug. Gooi de pokkermokken ook gewoon hier over de reling. Ja, hoppakee. Weg hier, weg ermee. Okay. Oh ja, Rick, nu we hier toch zijn, moet ik toegeven. Ik heb je boot ooit gestolen. Ja, nee, dat had ik nog niet door. Nee? Okay, nou, dan weet je het nu. Oké, okay, nou, bedankt. Nou, tot ziens, dieren. Hé, sinds wanneer heb ik 2 snippen? Oh, dat had ik zelf gedaan. Ja. Tot ziens, dieren. Brutus. Maar ik moet even afscheid nemen. 150.000. 150.000. Jongens, Heinrich was vanaf dag 1 hier. Dit is mijn trouwste paard. Tot ziens, Heinrich. Aan de Komt Heinrich niet mee? Nee, Heinrich kan helaas niet mee. Die hoort bij dit gebouw. Ik zei al tegen hem bij mijn eerste keer. Ik zei van, weet je, we gaan een moment krijgen dat we afscheid nemen. En dat is nu. Doei. Oké, let's go. Neem even afscheid van jullie kantoortje. Hier, ik zal jouw post even weghalen. Oranje shirtgast, dat je er een keer naar binnen kan. Mijn post. De deur voor jou. Ik ga nog even doei zeggen tegen Patrice. Ja, en neem iedereen even afscheid van zijn kantoortje. Ja, mijn deur gaat wel open. Ja, dat is mooi. Neem jij afscheid van Erik's kantoor? Dag, ja, Patrice. Ja, even kijken hoor. Dag, kantoor. Ik zat nooit zo vaak in je, maar dat is toch altijd fijn. Oh, dat is heel raar om te zeggen. Ja, dat is wel als je Ik weet ook wel niet, dit moet ik denk ik knippen. Patrice, let goed op de boel hier. We kunnen als einde een pingpongtoernooi doen. Nee, hou op met je pingpong. Dat kan helemaal niet. Er is helemaal geen pingpong daar. Nee, die heb ik weggegooid. Dag Martin, kan ik, trouwens. Kan ik nog iets toevoegen hier aan de trofeekast? Ja, tuurlijk. Ik heb je robot heb ik er ook in gestopt. Heel goed. In de trofeekast. Ik wil mijn laatste plusje wil ik hier achterlaten. Ik heb het wel verpest, want ik heb niet met Silk Touch gesloopt. Dus ai. Het is nu open. Mag ik ook nog iets toevoegen? Ja, tuurlijk. Alles wat je nu toevoegt, dat blijft hier en zal... Niks gaat mee wat je nu meeneemt, hè, naar seizoen 3. Laat alles achter. Ik ga hem achterlaten. Is dat je helm? De helm van Rick Force. Oh man. Ik mis hem nu al. Dat vind ik zo leuk. Hij is wel veilig. Dit is opgelost. Ja. Ja. Is opgelost. Perfect. Top. Niks meer aan doen. Nou, tot ziens, kantoor. Tot ziens, Feng Shui. Gaat missen, jongens. Ik ga onze avonturen hier missen. Ja, ik heb nog trouwens verdrietig nieuws. Dat is vandaag is er echt nog veel gebeurd. Ik had hier een aquarium gevuld met vissen. Maar toen heeft volgens de axolotl elke vis die ik erin heb gestopt vermoord. Ja. Ik heb hier een. Voor de mensen die hier nog komen na ons, dat wij hier al jaren weg zijn, heb ik een boekje neergezet. Ja. Dat ze nooit vrij mogen laten, want het is een moordenaar en hij is... 3 visjes en Karel. Er is nog leven. Die axolotl zelf. Maar dat is de moordenaar. Wat zielig. Ja, het is echt vreselijk. Het was allemaal net nog gebeurd. Nog iets van 2 uurtjes geleden. Oké, nou jongens, dan gaan we de laatste vergadering doen. Treed toe in de ultieme Feng Shui. Nou jongens, ik heb iedereen plekken. Dit is de plek van... nou, hop met je berekening. Dit is de plek van KB, dit is de plek van Oranje Shirtgast. En Rick, jij hoort er niet bij, dus jij mag helemaal hier zitten. Oké. We moeten wel een beetje schreeuwen naar Rick, anders hoort hij ons niet. Hallo! Okay, Rick, ben je er klaar voor? Ja! Jongens, ik heb voordat we gaan nog 1 mededeling. Ik had een boekje gekregen van... Komt, ik lees hem al gewoon voor. Beste meneer opperbevelhebber. Ik zag met Z-A-C-H, zag... Mooi. Een gigantisch raket op uw basis staan. En ik kwam er na een tijdje achter dat hij naar seizoen 3 ging. Nu heb ik het gevoel... dat er zeker een plekje vrij is. Maar natuurlijk krijg ik dit niet zomaar. Ik kan goed bouwen. Ik ben 16 jaar. Veel actief. U kunt mij contacten op Discord. Niet via... Oh, niet te fit in... ik mag de Discord niet, link niet in de video laten zien. Blur. Met mage groetjes, Kobe. Dus gaan we Kobe meenemen. Kobe? Wie is Kobe? Wie is Kobe? Ik weet het niet. Ja, Kobe mag mee. Ik stem voor. Ik vind ook dat Kobe... Kobe, let's go. Maar wie is Kobe? Ja, maar ik kan goed bouwen. Dat zat wel te nodig hebben. En hij is 16 jaar. Ja, alleen mogen ze Discord niet in de video laten zien. Dus dat is wel een probleem. Ik vind wel dat het nu al problemen oplevert eigenlijk. Ja, weet je, hij is er nog niet eens bij en ik voel nu al de druk. Ja, dat wel. Mm-hmm. Jammer. Dus ik weet dan niet... Dan gaat het feest denk ik niet door. Nee, ik denk dat het niet doorgaat. Ik weet niet of iemand het nog wil lezen. Ik wil heel even kijken naar de bijzondere spelling. Nou, ik had wel ja, de spelling is echt extreem bijzonder bij deze. Ik kom zo ook nog lezen, want ik wil de Discord wel in mijn video. Nee, dat mag niet. Wat zijn mage groetjes? Dat ja, weet ik niet. Wat zijn mage groetjes inderdaad? Dat vroeg ik me. Groeten in je maag. Gewoon niet helemaal, maar met je maag. Groeten vanuit mijn maag. Dat was vergaderpuntje 1, geloof ik. Ja,
Vergaderpuntje 2, zijn jullie er klaar voor? Ik wel, ik ben er al 3 weken klaar voor eigenlijk. Ja, ik ook. Ik vind het heel spannend, want we laten alles hier achter ons en we gaan een nieuwe wereld in, waar Stinkgoors gewoon weer Rick Force is. Jij bent niet meer chefkok KB, maar jij bent gewoon meneer KB en jij bent gewoon weer Justin. Ik heb wel hoogtevrees. Dat zeg je nu. Dat is, dat is wel een probleem. Als je hier naar het raam kijkt, zie je niks omheen. Als jullie omhoog gaan, kunnen jullie ook weer landen, toch? En dan stap ik beneden in. Hadden we toch de fiets moeten maken? Meneer Varken gaat met een scooter. Misschien kan je hem nog vragen. Ja, en ik weet niet hoe René, Noah, Floor en de rest er komt. Want er komen meer mensen. We gaan niet met z'n vieren naar seizoen 3 natuurlijk. Dus zo meteen komen we allemaal andere mensen tegen. En ik komen weet niet ook hoe nog die andere gaan. Mensen. Ja, er komen ook nog andere mensen. Jongens, hebben jullie allemaal je ticket mee? Zeker. Die ligt nog thuis. Nee, grapje. Ik heb... Oh, ik schrok al. Ik dacht, anders moet je echt thuis. Je komt niet die raket zonder ticket. Dan is het denk ik tijd om de raket in te stappen. En afscheid te nemen van alles hier. Als jullie dan heel even hier bij de ding kunnen wachten. Oh, kijken. Ja, seizoen 3 ticket goedgekeurd. Volgende. Seizoen 3 ticket zal die stekken. Even kijken. Hij stekt, dat betekent goedgekeurd. Ja, oké. Okay. Ik druk vast op een knop. Nee! Seizoen 3 ticket. Niet zomaar op een knop drukken. Goedgekeurd. Mogen we al mogen we al naar boven lopen? Ik ben echt blij dat ik mijn eigen raket in mag. Het is... Jullie zijn nu door de scan heen. En nu staat meneer KB om ons naar binnen te laten. Oh, Justy, kom eens naar beneden. Even naar beneden komen. Ik moet één ding zeggen nog. Ja. Welkom bij Funk 2 Reizen. Dit is een prototype van een Funk 2 raket. Ja. Die getest. De enige die er gemaakt is en wordt. Oké. En hiermee gaan we naar seizoen 3. De binnenkant is voorzien van allemaal handige snufjes. En er zit ook nog een koffiezetautomaat in. En we kunnen kwartetten onderweg. Yes. Oh, dat is gezellig. Allemaal. Daar hoop ik op. Hey, de tickets die gooi ik naar beneden. Die hoef ik niet meer. Ja. Niet meer nodig. Niet meer nodig, inderdaad. Dan kunnen we naar boven. Ik hoop niet dat mensen het vinden, want dan hebben ze een gratis ticket. Ja. Ik vind het spannend, jongens. We gaan weg hier. Ik vind het ook heel spannend. Ik heb wel naar mijn zin gehad in deze wereld. Ja, ik ook. Vond het erg leuk. Ja. Oh. De deur is dicht. We zitten officieel in de raket. Nu kunnen we niet meer terug. We zijn terug. Binnen. Nou, we kunnen nog terug, maar we willen. Dit is de machinekamer. Hier mag je zeker niks aanraken. Wat is dit? Hoewel wel iemand af en toe de plantjes een beetje water moet geven. Maar voor de rest, vooral afblijven. Ja, waar is het toilet inderdaad? Ja, dat is goed. Okay. Doe maar. Nou, klim maar omhoog. Ik klim maar achteraan. Ja. Dan komen we hier bij de slaapcabine. Ja. Ik wil beneden. Dat ja, wie moet er nu plekjes kiezen? Moet ik de deur achter me dicht doen even? Zo? Okay. Ja, huppatee. Ik wil graag deze als het kan. Ik wil niet... Mag ik boven? Ja, ik wil beneden. Zeggen, ik wil niet onder jou, want jij stinkt natuurlijk door het hele bed heen. En dan ruik ik je s'nachts gewoon. We zijn echt bijna in seizoen 3. Ja, hou je in alsjeblieft. Nu mag het nog. Kom op. En ik heb hier voor iedereen dus ruimte pakken. Misschien handig als iedereen het eventjes pakt ook en aantrekt. Ja, goed. Anders hebben we zo meteen gedoe als je begint. Ze hebben allemaal, het zijn bijzondere... Ruimte panty? Waarom is het een panty? Ruimte crop top en ruimte muts. Van toffels. Het zit ik als kan gevangte. Mijn eigen ruimtepak niet aantrekken, dus dat is ook leuk. Hier, wacht, kom maar. En mijn ruimtemuts zet ik op. Zo, dan zijn we nu echt helemaal klaar. Er moet eigenlijk nog één ding gebeuren. Nou. En dat is dat iemand de raket start. Maar dat kan natuurlijk maar één iemand doen. En dat ben ik. Ik weet niet of we dan goed landen als je dat... Nee, maar je zei ook weer opstijgen alleen, hè? Oh, ja, dat is waar. Oh, ja. Nou, kom, we gaan naar boven. Oh, ik vind het spannend, jongens. Ik vind het echt heel spannend. Oh, jongens. Wow. Gaan we. Ik doe deze deur ook weer achter me dicht. Dit is de plek. Twee reizen. Het koffiezetapparaat heb ik hier. We kunnen wat water pakken als we willen. We hebben nog een raampje hier. Is dat veilig, een raampje in de ruimte zoals dat? Zeker. Ja. Is dat getest? Heel veilig. Enkel glas. Het is enkel glas, inderdaad. Okay. Maak jullie je zorgen? Ik maak me geen zorgen, in ieder geval. Eén vogel en het ding is door. Nou jongens, ga zitten. Zou ik ook dan hier... Waar is de hendel? Dat is de hendel naar seizoen 3. Hendel naar seizoen 3. Ik vind het gewoon een beetje spannend om over te halen. Zijn jullie er klaar voor, jongens? Laatste woorden van seizoen 2,5, Justin. Nu. Was best mooi. Laatste woorden voor jou, Rick. Abonneer op Rick Force. Ah, natuurlijk. Chefkok, KB. Je weet wat ze zeggen. Stay Feng Shui. Dat vond ik wijze woorden. Ik ga op de hendel drukken. Ja, nee, bedankt, jongens. Jij mijn laatste woorden. Ja, ja. Laatste woorden, Stinkgoors. Oké, aftellen. Nou, nee. Aftellen vanaf? 30. 30. Wow. Zullen we gewoon 3 doen? Zullen we gewoon 3 doen? Oké, daar komt ie. Oké. 3, 2, 1. Wow, dit is vet. Wow. Ik ga mijn scherm schudden ook eenmaal. En je turbulentie.